Een bijzonder bezoek aan de NHL van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. De minister beantwoordde in een collegetour-achtige setting vragen van studenten over onder meer Trump, Griekenland en de verkiezingen van volgende maand. Dijsselbloem ziet zijn bezoek aan de hogeschool als een goede generale voor de verkiezingsstrijd van de komende weken. Dat was het zeker. De zaal zat helemaal vol. Veel kritische vragen over Europa, over Nederland, over de Partij van de Arbeid. Het is een goede oefening. En wat waren nou lastige vragen die naar voren kwamen? Nou, lastig onderwerp is altijd Griekenland. Hè. Gaat het nou echt beter of is het toch weer een crisis? Ik denk dat het beter gaat, maar wel heel langzaam. Lastige vragen zijn ook over de Partij van de Arbeid. Ik denk dat wij moeilijke keuzes hebben gemaakt de afgelopen jaren. Maar mede daardoor er echt heel veel beter voor staan. En dat het nu natuurlijk gaat is hoe zorgen we nou dat we Nederland ook bij elkaar houden. Sterk en sociaal, klassiek Partij van de Arbeid thema. En volgens mij is dat nog steeds waar voor de toekomst. Veel jongeren lijken niet te gaan stemmen tijdens de verkiezingen. Dijsselbloem benadrukt het belang van wel stemmen. Ik hoop in ieder geval dat ik ze heb overtuigd om te gaan stemmen. Dat is echt belangrijk. Veel oudere mensen hebben dat van jongs af aan meegekregen. Veel jongeren vinden het nog ver van mijn bedshow. Maar het gaat wel over hun toekomst. Wij gaan beslissingen nemen over Europa, de toekomst van Europa, over ons pensioenstelsel. Dat is het pensioenstelsel van de huidige jongeren waar we over gaan beslissen. En dat geldt voor heel veel onderwerpen. Dus ik hoop zeer dat zij en masse, massaal gaan stemmen op 15 maart. En wat is nou het belangrijkste wat u vandaag met de leerlingen heeft willen delen? Wat is nou het belangrijkste wat naar voren kwam? Dat is wel een moeilijke vraag. Er zijn zoveel dingen naar voren gekomen. We hebben het gehad over carrière en hoe je carrière verloopt. En eigenlijk mijn ervaring is dat het heel moeilijk te plannen is. En dat je deze fase als student ook moet gebruiken om je breed je oor te luisteren te leggen. Ook eens in het buitenland te gaan kijken op andere plekken. En er rekening mee moet houden dat je wat je nu denkt te worden of denkt te gaan doen, dat dat misschien heel anders uitpakt. En dat geldt voor heel veel mensen zo. Oude zekerheden zijn er voor een groot deel niet meer. Komt misschien ook niet meer terug. En daar moeten we dus wel ons op instellen. En dat geldt zeker voor de jonge generatie die er vanavond was. Nou, dank u wel. Actieve campagnevoerders van Paul GroenLinks en jongerenorganisatie Dwars lieten de Dag van de Liefde niet onbesproken voorbij gaan. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om condooms uit te delen aan studenten van hogescholen NHL en Stenden. We proberen een steeds grimmiger wordende samenleving weer te verbinden eigenlijk. En Valentijnsdag is daarvoor natuurlijk de uitgerekende kans. En daar hoort natuurlijk ook veilige seks bij. Dus eigenlijk vandaar. GroenLinks en Dwars willen met de actie extra aandacht vestigen op het belang van wederzijdse uitwisseling en verbinding in een steeds grimmiger wordende samenleving. Een ludieke actie als deze zou daar volgens de partij aan kunnen bijdragen. Ludieke actie is nooit weg natuurlijk. En omdat GroenLinks natuurlijk ook een studentenpartij is, vonden we dit een uitgerekende kans om de studentenpopulatie van Leeuwarden te bereiken. Met deze actie richt GroenLinks zich vooral op jongeren. De steun van de partij aan het leenstelsel kan dan natuurlijk niet onbesproken blijven. De meningen onder de studenten is verdeeld. Vrij verschillend. Van oudsher waren studenten natuurlijk wat links. Tegenwoordig is dat wat meer rechts geworden, zelfs onder studenten. En je merkt ook wel dat studenten er heel verschillend over denken. De ene zegt, ik ben nog steeds voor de basisbeurs. Terwijl de ander zegt dat je best wel wat terug mag geven als er in je is geïnvesteerd door de overheid. Dus dat is heel verschillend, maar blijft wel een lastig onderwerp, dat geef ik wel toe, absoluut. Maar of die condooms nou ook groen zijn? Ja, nou, ze zijn in ieder geval niet groen, dat kan ik erbij zeggen, niet groen en rood van kleur. Maar het zijn gewoon latex condooms en ik denk niet dat latex heel duurzaam is. Maar veilige seks is wel weer duurzaam, dus dat is dan wel weer gunstig. Er komt geen studentencomplex aan de Leeuwarden Stationsweg. Dat was het verrassende oordeel van de gemeenteraad maandagavond. Zij stemden tegen het voornemen van wethouder Henk Deinem om 30 appartementen te bouwen op de plek waar vorig jaar nog een oud wit huis stond. Het voornaamste bezwaar van de raad is de grootte van het pand. Onder andere de PvdA, Paul GroenLinks, FNP en D66 vonden het geplande gebouw te groot voor de omgeving.
Thank you.